Maak je er niet druk over als een ander je niet begrijpt. Het gaf mij heel veel toen ik de Oosterse mysticus Osho dat hoorde zeggen. Toen ik hem hoorde uitleggen van als je wil dat mensen je begrijpen, dan verwacht je eigenlijk dat anderen hetzelfde standpunt hebben als jij, dat anderen hetzelfde tegen de dingen aankijken. In feite is er dan een soort verlangen om één te zijn met de hele massa mensen om je heen. En de visie van de hele massa mensen om je heen zal heel vaak anders zijn dan die van jou. En wil je dezelfde visie hebben als alle mensen om je heen? Hoe beperk je jezelf dan? Dus als je een individu wil zijn, als je echt wil leven wat voor jou belangrijk is en ervaren wat voor jou belangrijk is en onderzoeken wat voor jou belangrijk is, dan is het nodig dat je bereid bent om alleen te staan, om niet begrepen te worden. En dat is vaak heel moeilijk, dat vind ik zelf ook heel moeilijk. Het doet vaak heel veel pijn bij mij als ik me niet door een ander begrepen voel. En dan haal ik alles uit de kast om alsnog begrepen te willen worden. En in feite is dat alles uit de kast halen iets wat heel veel energie kost. En wat Osho dan zegt is: laat dat los. De uitnodiging om dat los te laten. Omdat al die energie die je daarin steekt om begrepen te willen worden, kun je steken in het nog dieper begrijpen van jezelf. Uiteindelijk gaat het erom dat jij jezelf op een steeds dieper niveau begrijpt, onderzoekt, tegenkomt. Je opent steeds meer voor jouzelf, voor jouw waarheid, voor degene die jij bent, voor het zijn dat je bent. Dus als je daar naartoe aan het gaan bent en je deelt iets daarover met een ander en die ander begrijpt het dan niet, ben je alweer, ga je, en je gaat daarin om die ander te overtuigen of te zorgen dat die ander je zou begrijpen, dan zie je mijn hand al zo gaan naar buiten, naar die andere, en ben je weer weg bij het dieper gaan naar jouzelf. Wat als je de intentie hebt om jezelf te begrijpen, om zelf de begripvolle te zijn voor jou? En dan moet je het kinderlijke verlangen loslaten in dat een ouder, een perfecte ouder die elk kind zich visualiseert ergens waar elk kind naar verlangt, dat er die niet is, dat er niemand zal zijn, ook je ouders niet. Je ouders zijn ook andere individuen dan jij, die kunnen jou nooit helemaal begrijpen. Al zou je nog zoveel woorden gebruiken, al zou je alles uit de kast rukken om het te proberen dat ze jou zouden begrijpen, dan zou dat nog niet lukken. Zij zijn mensen met een andere levenservaring, die met andere dingen op de wereld zijn gekomen, die op wie heel veel andere invloeden hebben ingewerkt. Niemand kan je begrijpen, alleen jijzelf. Dus het enige wat je dan kunt signaleren is: oh, ik heb pijn omdat een ander me niet begrijpt, omdat ik dat verlangen had. Ik had op die ander geprojecteerd, mijn ouders, of dat het mogelijk zou moeten zijn dat ik ooit in mijn leven iemand zou vinden, bijvoorbeeld een partner, die komt heel vaak in plaats van
Wat je niet van je ouders hebt gekregen, dat probeer je dan van je partner te krijgen. Maar ook die zal je niet begrijpen. Misschien een klein stukje, maar lang en lang en lang niet alles. Dus wil je daarin blijven investeren om begrepen te worden door die ander? Ik voel vaak ook dat die wens bij cliënten van mij, aan wie ik een consult geef of een familieopstelling, de wens om alsnog begrepen, helemaal begrepen te worden. En natuurlijk open ik mezelf om zoveel mogelijk te kunnen begrijpen. Maar als ik dat grote verlangen voel van helemaal begrepen voelen, dan ben ik daar ook duidelijk over. Ik kan niet jouw ouder vervangen en ik kan ook niet degene zijn die je helemaal begrijpt. Ik kan alleen maar aandragen wat jouw potentieel aanboort om jouzelf te begrijpen. Dat is uiteindelijk mijn missie om niet om iemand te redden, maar om iemand te helpen zien hoe die zichzelf kan ondersteunen en hoe die zelf bij zichzelf steeds verder naar binnen kan gaan op het als degene dat wil natuurlijk, nooit tegen iemands zin. Om te gaan op die weg van steeds dichter komen bij wie je in wezen bent. En alles wat je investeert in begrepen willen worden, richt je energie naar buiten. En je leven is maar zo kort. Elke minuut telt om de energie de goede kant op te richten. Tenminste, de goede kant is voor mij in ieder geval met de aandacht naar binnen. Om steeds meer te weten wie ik ben. Dus niet weten met woorden, maar een doorvoeld weten. Dat is wat ik hierover wilde zeggen. En dat is de weg van meditatie. En als je meer filmpjes wilt zien die ik heb gemaakt over meditatie, dan kun je die vinden in de link die ik in de beschrijving onder dit filmpje deel. En ook heb ik veel podcast-afleveringen gemaakt van mijn podcast Van Pijn naar Zijn over meditatie. En ook de link naar mijn podcast vind je in de beschrijving onder dit filmpje. En daarnaast ben je welkom op de maandelijkse Osho-meditatiedag in Eindhoven. Om als je geïnteresseerd bent in het verdiepen van jouw meditatie of het beginnen met meditatie, dat kan ook.